Zo, de stevia is geplant, die kan straks in de propagator. Ik heb nu ook nog sla om te gaan zaaien. Ik heb twee soorten, wonder der vierjarige tijden. Besson heet die ook soms in het Franse, als je Franse zaden hebt. En meikoningin, mijn favoriet voor de vroege teelt, mijn twee favorieten voor de vroege teelt. Deze ga ik ook in een bakje gaan zaaien. Ik ga hier een kleine streep in het midden trekken. Of ik zal misschien zelfs het pakje van de stevia laten zitten. Ik kan die een beetje dieper steken. Dus hier heb ik ook potgrond. Daar gaat straks dekgrond op. Dit is de zaai- en stekgrond, de kokosgrond die ik er zal op doen. En dan gaan we hopelijk snel kieming hebben. Voor ik zaai, zal ik de grond nat maken. Zoals ik al eerder zei, moet je deze grond op kamertemperatuur houden een tijd. Anders riskeer je heel trage kieming en zaden die te koud hebben. Zo, ik ga ook nog de andere kant wat water geven. De potgrond is niet zo heel droog. Ziezo, de aarde is nat. Dus we zouden eigenlijk, als ik hem in de propagator op 22 graden zet, heel snelle kieming moeten krijgen. Ik denk een dag of 5, 6 maximum. Dus dat zal snel, dat zal zeer snel gaan. Ja, ik ga de zaden toch eerst hier op tafel doen. Ik heb er echt niet zo heel veel van nodig. Ieder zaadje wordt in principe een krop sla. En we gaan nu natuurlijk niet alles in één keer zaaien. Dus ik ga het eigenlijk in periodes doen. Nu is het mijn voorjaarsteelt. Ik ga dan ook nog breedwerpig zaaien in de moestuin. Maar deze zaaibeurt geeft mij zeker sla tot van april, eind april, tot een stuk in juni, denk ik, had ik vorig jaar sla. Je hoeft hem niet zo heel dik te zaaien, want dan hebben de plantjes individueel niet zoveel licht. Zo. Misschien nog een beetje, maar echt veel meer. Nee, veel meer ga ik er niet zaaien. Maak niet de fout om heel dun te zaaien. Dat is voor niks nodig. Voilà, ik ga er gewoon dekgrond op doen. Dat is hier al een beetje veel. Sla heeft echt niet zoveel dekgrond nodig. Dit is de kokosgrond. Ja, er zitten ook niet echt dradige zaken in, zoals je soms aantreft in de zaai- en stekgrond op basis van veengrond, op basis van turf. Zo, de meeste zaden zijn bedekt. Waar je nog zaden ziet, kun je nog een beetje extra aanbrengen. Zoals hier. Ziezo. Deze is ook op kamertemperatuur, dus die voelt helemaal niet koud aan. Ik zal nu ook de andere zijde voorzien van zaden. Wonder der vierjarige tijden. Super lekker. Het is ook een donkere sla. Dit is groene sla. Dit is meer roodachtige sla. Groen met rood. Top sla. Ziezo, straks mogen we niet vergeten de meikoningin weer in het zakje te doen. De overschot. Het is heel gek. Het is dezelfde familie eigenlijk van bladgewassen. Maar het zaad van de wonder der vierjarige tijden, als je goed kijkt, dit is meikoningin, helemaal bleke zaden. En dit is de wonder der vierjarige tijden, zijn donkere zaden. Maar goed. Zo, ik neem er een aantal op mijn vinger. En ik duw ze eigenlijk stelselmatig af. Dit ga ik echt niet millimeteren. We gaan slaapplantjes genoeg hebben. Ik zal ze verspenen als ze twee echte blaadjes hebben. Misschien dat ik dat ook nog eens film. Maar weet dat ik vorig jaar een kweekvideo opgenomen heb van deze teelt. Hoe kweek ik sla met Busy Seeds en Hortitops. En die video staat ook online. Ik zal er hier misschien ook een link naar plaatsen. Ik heb er hier nog een aantal die hier liggen. Ziezo.
Donkere zaden zie je misschien niet zo goed, maar ze zijn wel rijkelijk aanwezig. Ik ga er opnieuw wat kokosgrond op doen. Zo'n blok van 5 kilo. Zoals je in vorige video's al gezien hebt, daar kap je gewoon 30 liter water bij. En dan heb je 70 liter potgrond. Superhandig. Je kunt hem ook gebruiken als bodemverbeteraar. Het is organisch materiaal dat niet zo snel verteert als veengrond die in potgrond zit. Het is super interessant. Ik gebruik die heel vaak. Zo. Ik denk dat we ook de wonder der vierjarigetijden, het is een allround sla, de naam zegt het zelf, geplant hebben. Ik zal hier het stevia pakje verwijderen. Ik zal het hier in de bak laten, anders maak ik mijn huis onnodig vuil. Zo. En wanneer ik nu deze toplaag nat maak, dan gaan we zeker kiemende zaden hebben binnen x aantal dagen. Zo. Dan nog eens goed bevochtigen. Slaag hoef je eigenlijk niet in een propagator te kiemen. Kiemt eigenlijk ook aan 15 graden. Maar een goede kieming vind ik belangrijk, dus 22. En mijn stevia moet ook aan 22, dus ik zal ze waarschijnlijk samenzetten. Ziezo. Voilà. Oké. Zo, de sla is ook gezaaid. Ik heb geen gewasbordje klaargemaakt. Shame on me, maar ik zal zeker herkennen als hier sla uitkomt. En de kleur van de meikoningin en de wonder der vierjarige tijden zijn helemaal anders. Dus daar hoef ik ook niet voor te vrezen. Ik ga deze video afsluiten. Beste moestuinvrienden, ik heb hier mijn stevia, ik heb hier mijn sla. En ik ga nu over naar mijn prei. Maar dat is dan voor een volgende video. Bedankt voor het kijken. Succes met jullie teelten. Vind de moed om eraan te starten. En blijf niet in je luie zetel zitten. Tot de volgende video.